We hebben weer een pakketje. Ja. We proberen die even open te maken. Ziet een klein gaatje. Jo. Dat was dus een brievenbuspakketje. Dat nog. En Karin nog aan het werk. Dat nog. Wauw. En ons nog een pakketje. Hé, wat is dat? Ja, lieve vrienden, jullie horen natuurlijk al gepraat, maar dat boeit allemaal even niet. Nee, want ik heb visite van een lieve schat van de vriendin, maar ook natuurlijk die daar. Dus ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En eentje is er binnen, waar is die ander nog buiten? Oh, de ander ligt buiten in de tuin. Nou ja, dat weten jullie al, dat is Rijka Elwing, die ligt op de bank. En naast Elwing zit er nog een en die gaat zichzelf even voorstellen. Hi, ik ben Wil en ik ben vriendin van Corien en van Karin. Helemaal top! En ik ben even gezellig op de koffie wijzen. Dat moet kunnen. Ja, ja nou. En kijk, ja, die legt lekker naast me, het hondje. He? Hij heeft al een paar keer besprongen, achterlangs, voorlangs. Maar moet dat kunnen. Geeft allemaal niks. En dat zijn we wel gewend. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, het is ja raar, vreemd, gek weer. Bewolkt, de zon, alles is er, behalve regen. Heb ik nog niet gezien. Dus geniet, maar geniet ook met ons mee. Nou, hou je ogen dicht. Ja, en als ik dingen doorkrijg, of bij je voel, dan hoor je dat later van me goed. Geef je gewoon over, hè. Er gebeuren geen dingen met je. Mm-hmm. Want als jij even zetten gaat, dan voel ik dat ook. Dan stop ik even en dan zeg ik nou even rustig nu. Ja. Dus laat het gewoon lekker over je heen komen. Thank you.
van mij. Zo. Ben je er weer? Ja. Ben er. Goed. Zo. Wauw. Ik was daar even... ergens anders, ja. Ja, dat had ik door, ja. Zo. Ik zag je wel in de bloemenvelden. Zo. Dus dat is een stukje natuur en daar hoor jij vaak genoeg heen te gaan. De natuur in. De natuur in. Zal ik even uitleggen ook wat ik net heb gedaan met Karin? Even in beeld. Zal ik gewoon hier blijven staan maar? Graag. Ja, goed. Ik heb Karin net een healing gegeven. En dat doe ik ook met de werking van de chakra's. Dit is geen reiki, dit is echt een healing. Waar ik dan voor zorg is dat Karin een stukje innerlijke rust krijgt. En je voelt ook dan heel veel onrust bij haar. Ik heb ook haar hoofd daarbij leeggemaakt. Ik heb alles nagegaan bij haar. En ik ben ook even met haar buik bezig geweest. Omdat ik weet dat Karin daar ontzettend veel pijn heeft altijd. En ik hoop dat dat ook een beetje gaat werken. Daarna heb ik Karin dus afgestreken en... Op het eind heb ik haar aura dichtgemaakt, juist doordat ze zich vaak niet goed voelt. He, ook door pijnen komen er gaten in de aura's. En die maken wij gewoon weer dicht. Want als iemand maar kwaad kan, die gaat lekker in die gaten zitten poeren waar ze zich nog veel beroerder door gaat vinden. En bij deze, nou ja, u hoort nu van Karin wel hoe ze zich voelt, wat ze heeft doorleefd tijdens de healing, want dat kan ik niet meer weten. Met mij begon, had ik echt zoiets van, oké, ik geef me over. Wat Wil ook heeft geadviseerd bij mij, heb ik ook gedaan. En toen voelde ik me eigenlijk op een hele rare manier. Eerst gewoon echt, mijn hoofd voelde zwaar. Ik eigenlijk zo zat, gewoon het gevoel. En dat ik gewoon echt, op een hele rare wolk zat. Gewoon lekker aan het zweven. En tot ik eigenlijk een soort van weer wakker werd, zeg maar. Ja. Ja, en hoe voel je je nu? Beter dan net. Ja. 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 Ik voel me ook nog niet meer zo moe als ik net hier net zat. Ja, want dan word je helemaal ook rozig, rood op de wangen. Ja, echt donkerrood. Van, ik wil slapen. Laat me met rust. Nou, kijk, dat kan jij als moeder het beste weten over Karin. Vaak is de gezichtsuitdrukking. Ja. Is meteen veel rustiger geworden. Overstaat anders. Kijk, ik kan je niet zo lang natuurlijk zien als in alle dagen. Dat doet je moeder ook niet. Maar juist daardoor zie je ook dat zo'n healing dus echt baat heeft. En uitstraling van ogen is veranderd. Het gezicht is veranderd. Veel rustiger ziet het eruit. En daardoor zal Karin zich ook rustiger gaan voelen. Vooral dat die innerlijke rust eruit is, of die innerlijke onrust eruit is. Ja. En dat mag nou allemaal tot rust gaan komen. Dus, nou ja. Dankjewel, schat. Wat ik ook even wil mededelen. Ik zag je echt in de bloemenvelden. Dat houdt in dat Karin dus ook een stukje in de natuur thuis hoort. En daar ook heel veel rust kan uithalen. Klopt. Net zoals van de week in de duinen. Gewoon heerlijk. Gewoon even zitten op het bankje. Lekker even gewoon die rust. Niemand praten. Mond dicht. Nee. Bek houden. Ja. Rust. En dat zijn dingen die jij nodig hebt af en toe. Ja. Gewoon eens helemaal jezelf leeg te maken. Hè? En daardoor helemaal tot rust te komen. Ja. Nou, ik hoop dat ik heb bijgedragen nu aan je. Hè? En dat je ook... dat mag ik ook nog wel even vertellen. Het is al leuk. Geven met na zo'n healing is het vaak dat je ontlading moet. Hè? En dat kan door boeren zijn. Ja, het kan ook zijn dat je heel veel aan de plassen zo meteen. Dat is heel vaak achter elkaar. Maar het kan ook zijn dat je winden laat. Ja, maar het heeft allemaal met ontlading te maken. Ja. Het kan ook gebeuren dat je nu zegt van, ik ben eigenlijk nog moeier dan net. Maar dat heeft ook, hun blijven doorgaan. Ik trek mijn handen van jou af. Precies. En de gids van boven, die blijft gewoon doorgaan met jou. En het meeste effect heb je morgenochtend als je wakker wordt. Dat je denkt, wauw, er zijn kilo's van me afgevallen. Dus dat gevoel van, ik ben gewoon bevrijd ergens van. Ja. Dat hoor je ook vaak, dat de mensen dat beleven. Dat een beetje in de gaten. Ja, nou, en deze, Corine, wil je ook? Ik heb te veel aan.
Ik ga, ja, dus. Ik heb geen schoenen. Ja, mijn schoenen kijk uit, maar verder niet. Ik heb een panty aan, ik heb sokken aan. Mama, luister dan eens even. Je hoeft alleen je schoenen maar uit. Je hebt alleen maar laarsjes aan. Ja, dat kan makkelijk. Ja. Karin, kan je laarsjes aan? Mag ik eerst naar de wc? Tuurlijk. Van mij wel. Ja, natuurlijk. Jij bromt, ja, hè? Ja. Brompoppetje. En je mag ook zeggen volgende keer, maar ik wil het nu ook graag doen. Ja, ja. Ik kan mama ook gelijk ervaren hoe het is. Ja. Je bent nou toch? Ben er nou toch? Ja. Oh, zit ik? Ik kan op mijn eigen stoel blijven zitten. Ah, want die kan ook nog omhoog. Ja, ze kan gewoon daar blijven zitten. Ja. Ja. Als je me niet gaat rijden onderweg. Ik ben het loopt goed, hè? Ja, toch? Ja. Ja, hij begint al te gapen. Wat is je schrik? Geeft u wel een effect. Hij. Er was een natte snuit in mijn oog. Ja, ik denk hiervan. Ja. Mijn arm weer omheen leggen. Jij moet er. Nou, kom dan. Nee hoor, ik ben niet jaloers, zeg maar. Nee hoor. Nee, tuurlijk niet. Nee, je wil ook aandacht hebben. Ja, je wil ook een beetje aandacht hebben. Ja. Ja, ik wil ook aandacht. Ja. Kom op met die hand. Kom op met die hand. Oh, gezien. Oh, gezien. Oh, gezien. Hé. Hey. Nee. Ga je nou weer wat vertellen? Ga je het nou weer vertellen? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ook aandacht. Ja. Want die krijg ik toch nooit. Kijk, ja. Dat kan ik ook hoor. Je hebt hier een praten. Ja. U wil gewoon daar zitten? Ja, daar ga ik op mijn stoel zitten. Hij kan omhoog, let er helemaal wel wat. En dan moet u hem wel zo meteen even op de rem zetten. Ja, dat komt goed, maar ik wil eerst weten of het van Wil hoog genoeg is. Of... Goed, nou dan gaan we nu hetzelfde met Corine doen. Ik heb net al verteld hoe het een beetje werkt. En zodat iedereen ook nu op deze manier kan nakijken. Nu weten jullie ook wat er gebeurt. Dus we gaan gewoon beginnen.
Zo, mevrouw. Ja. Kom maar weer terug. Hé? Waar was je helemaal? Weet ik niet. Weet je niet waar je was? Nee. Nee? Ik kreeg zo'n mooi Mariabeeld bij je te zien. Ik denk dat jij daar wel wat bij hebt. En ik heb ook het gevoel dat daardoor ook het geloof in jezelf weer eens terug mag komen, lieve schat. Ga eens weer eens in jezelf geloven. Wordt het niet de tijd, hè, dat je dat gaat doen? Ja, ik ben baptist, dus ja, ja dat is mijn geloof. En Maria, moet ik even zoeken hoor. Daar staat een beeldje, want ik ben wel gek hoor. Ja, maar die had ik al zien staan. Maar het gaat erom, als ik iets zie wat daarmee te maken heeft, dat heeft ook met geloof te maken. En dan hoef jij niet te geloven, maar het gaat erom dat je in jezelf weer gaat geloven. Dat is belangrijk. In jezelf gaan geloven weer. In de dingen die je doet en in de dingen die je ook mag doen. Haal dat weer terug. Twijfel niet meer. Ja, twijfel ook niet aan de dingen die je doet. Nee, maar kijk, dat is geen geloof meer hebben in jezelf. Dus hou op met die twijfels. En, lieve schat, ja, maar dat is je bent wie je bent. Ja, je mag zijn wie je bent, hè. Dus, neem dat maar even goed in je koppie. Ja. En ik voel me dus ook al, dat je begon, zo. Ja. Dan druk je wat. En dan kom je inderdaad ook, wat Karin al zei, op een foto met Van Wolk terug. Ik druk niet, hè. Het lijkt of ik druk. Maar ik druk niet, mijn hand legt er gewoon op, hoor. Ja. Ik doe voor de rest niks. Maar dat voelt wel. Ja, als druk, hè. Ja. Maar het is niet zo. Jeetje. Zo werkt dat dus. Ja. Nou ja, ik weet dat ik veel kan, maar ja. En daar geloof ik ook wel in, dat ik dat kan. Maar er zijn ook dingen, ja, dat houd je dan weer tegen. Ja, maar ja, dat gaat wie heeft het niet. Ja. Maar proberen mag je het altijd, toch? Hè? Ja. Proberen mag je het altijd. En als het niet lukt, dan houdt het op gewoon. Klaar. Ja. Maar onthoud één ding. Je bent hier, je bent helemaal zo. Ja, nou, ik verander me door geen één meer, voor geen één meer. Nee, moet je ook niet meer doen. Ik heb het ooit wel gedaan, omdat ik nooit wat dorst. Vroeger, ik weet niet of Karin haar dat nog kunnen herinneren, omdat ik natuurlijk heel erg jong was. Ik dorst nooit geen nee te zeggen. Ja. Veel tegen mijn man niet. En dan gaan we nee zeggen, is heel moeilijk. Ik dorst ook niet nee te zeggen tegen mijn zoon, niet tegen mijn dochter, niet tegen haar. Ruzie, daar was ik bang voor. Bang voor ruzie, omdat ik vroeger thuis, bij mijn ouders vroeger, te veel mee heb gemaakt. Ja, want dat ik met jou begon, voelde ik jou een klein meisje worden weer. Je werd weer dat kleine meisje en daar moest ik heen, ook naar dat kleine meisje, omdat eigenlijk waarschijnlijk toch even naar boven laten komen bij je. Er is heel veel gebeurd in dat is het verleden. In het gezin van vroeger. En dat zit nog in je. Maar het verleden, dat is geweest, daar kunnen we niet meer veranderen. Nee, helemaal niet. Nee. Eigenlijk hebben we ook geen toekomst, dat niemand weet wat morgen brengt. Dus nee. Leef met de dag, zeg ik altijd. Ik ook. En deze dag is gewoon nu. Ja. Klaar. Ja, man. En op een gegeven moment moeten we toch dingen gaan loslaten. Ja. En dat, want we kunnen het niet meer veranderen. Zo werkt dat gewoon. Maar dat kleine meisje vond ik wel, dat maakt dat wel meer mee. Dat weer dat kleine meisje worden, dat voel ik dan. Ik voel je krimpen, hè, naar een klein meisje toe. En dan zit daar vaak dus het obstakel, waar je nu soms nog mee loopt. Ja. En dat is, ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Nee, maar daarom dorst ik dus ook niet tegen Karin te zeggen, want ik wil niet hebben dat je dit zegt. Maar, hè, kijk, hier in huis. Dat heb je er meegekregen. Hier in huis, weet je, hoe je op dat moment niet. Hè, want dan zitten we met z'n tweeën, als ze zegt zo'n oud wijf. Maar op straat, hallo, ik heb je zo niet opgevoed, denk ik zo. Nou, je bent ook een oud wijf. Ja! Dat ben ik ook. Mam, mam, ja, mama. Ja. Mama.
Kijk, ik snap dat u dat, hè, dat het pijn ja, kan. Ja, het is gekwetst. Nee, nee. Wat, en wat ik wil uitleggen. Ik snap dat het pijn kan doen. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Het zegt. Juist. En dat ja, is ik wat. Zeg, we zijn mama, niet oud. Dat is wat ik u wil meegeven. Kijk, als ik zeg, hey, oud wijf. Dan komt het heel anders over. Van, ja, maar mijn en mijn moeder, ja, dat is helaas nou een oud wijf, ja. Kijk, een glimlach. Mm. Ik maak een grapje. Ja, lief schat, ik ben ook een oud wijf. Nee, en als ze dat nee, tegen me zeggen, dan oud. Is het klaar. Ik ben niet oud. Zelfs de duivel nee, is niet oud. Mama, ik mama. Een oud wijf. Zelfs de duivel is niet mama, oud. U, mama, dat is... Nee, mama. Het is een uitspraak die heel veel mensen zeggen. Ja, kijk, en tegen Ro, en dan ben ik ook alleen maar aan het grapjes maken. Ook en ook van, hé, hey, ouwe lul, doe even normaal. Gewoon, we zijn gewoon, Ro en ik zijn zo aan het grappen maken en ook in de vlog. Kijk, mijn kleinkinderen zeggen jij tegen mij. En het mogen ze, het gaat om de manier waarop ze het zeggen. Ja, hé hey, oma jij, hé hey, oma mag je, of maar dan zeggen ze, hé hey, oma jij. Kijk, dat is ja, anders verhaal. Ja. Kijk, dan is het echt met de bedoeling erachter van, ja, dat hoef je ook niet te pikken. Maar we zijn het nou helemaal, Corine, en we kunnen er niks aan veranderen. Nee. Maar ik blijf in gedachten, dan ben ik nog steeds 18. Ja, ik ook. Ja, en zo, dan ben jij ook. Ja, oké, okay, kijk, en, ja, ik word ook steeds ouder. Ja, ik werd van de week, toen ik had haar naar de achterkant gebracht. Mm-hmm. En ik... rij nog een rondje centrum, kom ik eentje tegen en ik raak gewoon aan het praten. Hij zegt, u bent wel heel jong niet en dan nog al in een booster te moeten rijden. Ik zeg, is dat dan een leeftijd verbonden? Nee, daar heb u wel weer gelijk in, maar ik schat u toch wel op een jaar of 48. Ik zeg, nou, ik zie je zal de rest moeten hangen. Ik zeg, dan ben je er niet meer. Ik zeg, maar dankjewel voor het compliment. Ja, dat is toch heerlijk? Ja, dat is heerlijk. Dus, en wat maakt het uit dat je de andere dag hoort, ei, oud wijf, of wat dan ook, maar op een manier, hoe of wat? Ja, op een ja, manier hoe ik het breng. Hoe iemand het zegt en hoe iemand het brengt. Ja, maar omdat het dan op straat wordt gedaan, je ziet de mensen gewoon kijken en aan mij pik je dat van haar. Ja, ik ben uw dochter. Tuurlijk pikt u het, maar u doet het, geweest. Maar u doet het ook zelf terug naar mij en ik ja. Pik het wel. Omdat ja, nou, u mij, ja, omdat... maar u bent mijn moeder. Dus, en we maken grapjes over en weer. Ja. Mooi. Ja, maar ik moest van de week, ik moest van de week in de lach onder een vlog van mij. Toen zaten we bij Fanti te eten. Ja. Bij een vlog van Fanti in ieder geval. Een maatje van mij. Die dacht dat zij mijn zus was. Dat kan toch? Ja, waarom niet? Jullie zijn verwant, dus het kan ja. Altijd. Ja. Ja. Moet jij naar boven en doe hem maar uit, schat. Doei. Lieve vrienden, we hebben weer een pakketje. Ja. We proberen die even open te maken. Er zit een klein gaatje. Jo. Het was dus een brievenbuspakketje. Ook dat nog. Ging Karin nog aan het werk. Ook dat nog. Wauw. En anders maak ook goed. Hé, wat is dat? Nou, voor mijn deurbel. Een geheugenkaart. Ik weet niet of die goed te zien. Ja, hij is goed te zien. Mooi. Dus ja, dat dus. Dat zit erin. Dat komt er niet zoveel meer op mijn telefoon binnen wat dat er gaat, of wel? Ja, even goed nog. Oké. Nou ja, dat wel, ja. Nou ja, dat zien we dan wel. We regelen dat wel. We bekijken dat wel. We zullen het wel beleven. Dat mag jij er ook bij hebben. Dus ja, dat dus. En ik heb nog een brief gekregen. Ja, dat is voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Ook dat hebben we nog. Ja, dat is niet zo heel belangrijk. Nee, ik heb er ooit voor opgegeven. Maar om ja, om dan te lopen. En dat is gewoon dit jaar weer hoor, lopen. Ja, dus dan komt hij gewoon weer aan mijn deur. Hi! Weer bij mijn deur. Zo komt ze af en toe voor mijn deur, hè? Ja.
kom ik ja, in. Precies. Wel, hoor. Precies. Ze komt alleen maar om wat te halen. Ja. Nou, dat zullen we dan straks weer verder bekijken. En ja, uiteraard, en als het zover is met die brandwondenstichting gedoe, dan ga je gewoon ook mee.nl. Ja, lieve vrienden, jullie weten dat ik vanmiddag dus een lieftallige vriendin van Karen en mij op bezoek had. En die ken heel veel. Ze kan met onze dierbaren praten, et cetera. En nou ja, dat andere hebben jullie gezien, healing. Dus ja, daarna hebben we boodschappen gedaan. Ik ben nou net thuis en ik heb een lekkere oprolpizza in dit zakje. Die ga ik straks op een bord leggen en ik heb een tas en ik heb een wijntje gehaald. En want ik heb wel glühwein nog staan, maar dat vind ik niet zo lekker smaken bij een Turkse pizza. En ik heb hier nog een tas. Nou ja, Karin die heeft een knoop in die handvaten gedaan. En dat ben ik niet gewend, dat doe ik nooit. Maar ja, wie ben ik? Ja. Nou ja, het wil even niet. Dus dat gaat het me even niet worden. Dus wat doen we? Ik zet jullie zo even neer. Zo. Nou, medicijnen even gehaald. Ga ze van de kant wijzen. Ga ze van, nee, dat zijn medicijnen. Dat leg ik even op de eettafel. Ik vind het goed met jou. Nou, een zak met knabbels van de andere zak, die is bijna al vlees. Dat is van dat model. Die macaroni dingetjes. Ik zeg altijd macaroni. En een fles ginger, oftewel gember. En wat ook heel erg lekker is, Engelse drop. Heb ik ook tijden niet meer gehad. En uiteraard een bounty. En uiteraard, daar heb ik nou geen zin in, maar ik denk ik neem hem wel mee. Ja. Dus ja, en de rest dat is wat anders, dat ik, moet ik weggooien. Dus dat komt wel goed. Dat is troep wat er nog in zit. Ik ga een bord pakken. Ik ga een bord pakken. En dan ga ik lekker smullen. Ja, met een wijntje erbij. Dus het komt helemaal goed. Ik ga deze vlog gelijk met jullie afsluiten. Dus ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet met elkaar. Doe wat je doen moet, doe wat je doen wilt. Vind je deze vlog nou leuk? Nou, steek dan vooral die duim omhoog. En vergeet het belletje niet, want dan blijf jij altijd op de hoogte van wanneer er een vlog online komt van Corinne en de Beestenbol. En ja, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.